Terug in de studio vervolgen we dan met onze studiogast. Dat is vandaag Thelma Vrede. En zij gaat ons alles vertellen over werelddiabetes. Dag mevrouw Vrede, welkom in de studio. Bedankt. We hebben afgelopen zaterdag dus werelddiabetesdag gehad. En daar hebben jullie van Intermed Group ook aandacht aan besteed. Wat hebben jullie precies op deze dag gedaan? Op 14 november, Werelddiabetesdag, hebben we onze campagne gelaunched. Wacht niet langer, ga testen. Tijdens deze campagne zullen we op radio, televisie, social media en de webpage van Klevia Park zullen we informatie geven over diabetes en met name hoe je de symptomen herkent en het belang van een vroegtijdige diagnose door te gaan testen. Verder hebben we in deze eerste week, dus tot en met 20 november, dat mensen die hun bloedsuikerwaarde nog niet kennen, dat die gratis hun bloedglucose kunnen gaan prikken bij een van de prikpunten bij hun in de buurt. Oké, en voor de mensen die daar niet genoeg bij stilstaan, hoe belangrijk is het dat ze dit doen? Hoe groot is het probleem van diabetes, ook in Suriname? Inderdaad, u noemt het al, hoe groot is het probleem? Het is inderdaad echt een probleem. Wereldwijd en zeker ook in Suriname. In Suriname heeft 1 op de 7 Surinamers, volwassen Surinamers, diabetes. Dat is meer dan 50.000. En daarbovenop, een groot aantal van deze 50.000 Surinamers heeft ook nog complicaties als gevolg van diabetes. En dan denken we aan nierproblemen. Zo erg dat mensen moeten dialyseren om in leven te kunnen blijven. We denken aan slechtziendheid tot aan blindheid, wat ontstaan is door diabetes, aan voetamputaties, aan onderbeenamputaties en beroertes. Dat zijn de meest voorkomende gevolgen van diabetes die slecht onder controle zijn, zal ik maar zeggen. Want het hoeft niet, hè? Dan laat me dat benadrukken. Je kan met diabetes kan je heel oud en gezond worden, maar dat betekent wel dat je therapietrouw moet zijn. Mm-hmm. En om dat heel simpel uit te leggen is, je moet je houden aan de inname van je medicatie, de hoeveelheden en op het juiste tijdstip en gezond leven. Dan kan je heel oud worden met diabetes. En wil ik ook nog zeggen dat diabetes heel vaak voorkomen kan worden. Mm-hmm. En dat is eigenlijk het pijnlijke van de zaak. Er zijn zoveel aandoeningen waar je relatief weinig aan kan doen of helemaal niks aan kan doen. Mm-hmm. Maar aan diabetes kunnen we heel veel doen en dat laten we liggen. Mm-hmm. Terwijl het de kwaliteit van je leven zo vermindert, mm-hmm, of kan verminderen en het land ontzettend veel geld kost wat we eigenlijk niet eens hebben, maar als we het hebben, liever anders kunnen besteden. Oké, en wat zijn die levensstijlen die mensen moeten, waarvan u zegt dat mensen moeten, ze moeten afwijken ervan, ze moeten dat achterwege laten? Want ik neem aan, ja, u gaat me vertellen zoveel zoet, zoveel dit, zoveel dat. Maar los daarvan, van die levensstijlen, is er ook dat mensen zeggen van, ook al leven mensen gezond, dat ze het kunnen oplopen. Want u zegt 1 op de 7 mensen. Is dat niet te voorkomen dat 1 op de 7 mensen dat krijgt? Of is dat echt puur om hun levensstijl? Nou, laten we er dit van zeggen. Er zijn meerdere types diabetes. Mm-hmm. De meest bekende zijn type 1 en type 2. Mm-hmm. Type 1, dat is erfelijk. Dat kan je niet voorkomen. Type 2 wel. Mm-hmm. Het is inderdaad zo dat bij type 2 een van de risicofactoren ook erfelijke aanleg is. Dus komt het voor in je familie. Maar de meest belangrijke risicofactoren zijn ongezond leven. En dan ga ik het anders brengen van wat is gezond leven? Want je wil het juist hebben over het goede. En gezond leven is gevarieerd en met mate eten. Met mate betekent dus niet een grote touw met rijst. Maar kleine porties. En dat we vetten en met name verzadigde vetten laten staan. Verzadigde vetten, dan moeten we denken aan taartjes, gefrituurd eten. Dat we dat vaker moeten laten staan. En dat we liever kiezen voor producten met veel vezels. Zoals groenten, fruit, peulvruchten als bruine bonen, volkoren producten. En daarnaast is bewegen heel erg belangrijk. Voor volwassenen geldt dagelijks een half uur bewegen. Mm. Voor jongeren is dat iets meer.
En belangrijk is dat we weten dat het bewegen is. Hè. Je hoeft niet naar de sportschool. Maar het betekent wel echt even goed actief zijn. En tenslotte heb je een verzameling van ongezond gedrag, wat we zeggen, vermijd dat. En dan begin niet aan roken of stop met roken. Matig alcoholgebruik. Stress is ook een belangrijke risicofactor. En een regelmatig eet- en slaappatroon. Dat valt onder gezond leven. En wat gebeurt er precies in het lichaam? Want mensen weten wel wat diabetes ongeveer inhoudt. Maar wat gebeurt er precies in het lichaam dat mensen een hoge bloedsuikerspiegel hebben? Ja, ik zal het heel eenvoudig proberen uit te leggen. Als het lichaam is op een gegeven moment, als mensen te veel eten, en dat hoeft niet alleen maar suikers te zijn, want er zijn ook andere voedingsstoffen zoals koolhydraten die in het lichaam omgezet worden in suikers. En als daar te veel van binnenkomt en het lichaam het niet kan verwerken en je verbruikt het niet, dan blijft het in het bloed. Het lichaam is niet in staat om de suikers in het bloed op peil te houden. Ja. Het blijft dan in het bloed. Deze hoge suikers beschadigen de bloedvaten. Ja. Zoals u weet, overal in het lichaam hebben we bloedvaten. Wat gebeurt er? Dit bloed met die hoge suikers lekken uit die bloedvaten. En gaan naar allerlei organen en plekken waar ze niet thuis horen. En met die hoge suikers, en ze beschadigen deze organen. En zo heb je dat bijvoorbeeld de nieren beschadigd raken. En je het is zodanig beschadigd kunnen raken dat ze eigenlijk niet meer functioneren. En dat je moet gaan dialyseren om in leven te kunnen blijven. Het verraderlijke van diabetes en je hebt ook andere ziektes waarbij dat is. Het gebeurt heel langzaam en bijna stiekem in het lichaam. Je ontdekt het wanneer het te laat is. Je ontdekt het wanneer het te laat is. En dan kan ik het misschien meteen even over de symptomen hebben. De symptomen zijn zaken die je ook wel, iedereen ook wel eens heeft. Bijvoorbeeld weinig energie, veel honger, veel moeten plassen, veel moeten drinken, wondjes die langzaam genezen. En mensen zijn dan, we zijn toch geneigd om te zeggen van, ja, ik heb het druk gehad de laatste tijd, maar het houdt maar aan. Of, ja, ik drink veel, dus logisch dat ik veel moet plassen. Nee. En we staan er onvoldoende bij stil. En ondertussen richten ze schade aan in het lichaam. En wanneer je het ontdekt, wanneer je echt last begint te krijgen en hele duidelijke symptomen, dan heeft er al schade opgetreden. En dat willen we niet. Dus vandaar ook de oproep, wacht niet langer, ga testen. Iedereen moet zijn bloedsuikerwaarde kennen. Als je er vroeg bij bent, is er nog geen schade, kan je goed behandeld worden. Soms gewoon, als je echt er vroeg bij bent, door je leefstijl te veranderen. Dus door het helemaal om te gooien en gezond te gaan leven. Ja, want dat zou ik vragen. Stel, iemand komt testen en ik weet niet hoeveel de waardes moeten zijn, maar het ligt dicht bij de waarde of het ligt net op de rand. Kunnen ze dat nog omdraaien? Dat kan. Het kan. Je kan met een gezonde leefstijl in de beginfase, kan dat nog. Dat kan nog. En daarom is het belangrijk om er vroeg bij te zijn. Het is natuurlijk heel moeilijk en dat is het lastige. Gedrag is best moeilijk om te veranderen. Of laat me zeggen, veel mensen vinden dat moeilijk. Het is vastgeroest, je doet het al jaren. En je moet het nog helemaal anders gaan doen. Dus het is belangrijk dat willen we deze ziekte die in Suriname echt een groot probleem is, gaan tackelen, dan zullen we elkaar moeten helpen. We moeten het samen doen. Het is best moeilijk als jij goede voornemens hebt en je collega die zit een zak chips te eten. En terwijl je zulke goede voornemens hebt, dat je die zak chips gaat laten staan en dat je een banaan eet of een appel eet. Dus sociale steun, zoals wij het noemen binnen de internetgroep, een social coach, is heel erg belangrijk als ondersteuning voor mensen met risicofactoren of mensen die gewoon
gezond willen leven en dat best moeilijk vinden. Maar als we hebben het net gehad over mensen die hun levensstijl kunnen omgooien, mensen die een beetje hogere waardes hebben, die dat willen terugbrengen. Maar als mensen eenmaal diabetes hebben, kunnen ze dat, komen ze er ooit van af of blijven ze altijd diabetes? Je komt niet meer af van diabetes. Mm. Eenmaal diabetes, je blijft diabetes. Mm. En dat is ook het zware van deze aandoening. Hè? Je hebt het eenmaal 24 uur. Mm. Iedere keer als je wat in je mond stopt, moet je aan je aandoening denken. Okay. Je moet ook op gezette tijden eten, want dat is weer in combinatie met je medicatie. Mm. Dus je hebt echt eenmaal 24 uur diabetes. Ja. Met andere aandoeningen heb je zoiets van, je neemt 's morgens je pilletje of je neemt 's avonds je pilletje en je hoeft er de rest van de dag niet meer aan te denken. Bij diabetes, je hebt eenmaal 24 uur. Dus laten we er alles aan doen om het te voorkomen. En hoe groot is het sterftecijfer in Suriname als gevolg van diabetes? Die cijfers heb ik niet zo ready bij de hand. Het is ook, ook omdat het, mensen sterven vaak aan de gevolgen van diabetes. Dus, subaandoening. Ja. Dus gevolgen ervan. Dus de cijfers hebben we niet zo hard in Suriname, maar het is een heel groot probleem. Alleen als je kijkt naar het aantal dialysepatiënten in Suriname, 800 dialysepatiënten. En voornamelijk als gevolg van diabetes en hypertensie. Dus dat is bloeddruk. Okay. Jullie hebben dus nu een campagne gelaunched. Jullie gaan veel promoten dat mensen gezonder gaan leven, dat mensen gaan testen, dat mensen weten wat hun bloedsuikerspiegel is. Hoe lang gaan jullie dat doen? Want 14 november was Werelddiabetesdag. Gaan jullie een maand daarvoor uittrekken? Of doen jullie dat constant tot volgend jaar? Of blijft dat nu non-stop? Is dat vast zo? Hoe ziet dat eruit? Deze campagne, wacht niet langer, ga testen, duurt tot en met 29 november. En dan houdt deze campagne op. De internetgroep die is altijd wel heel actief in de preventieve sfeer, omdat wij geloven dat preventie heel erg belangrijk is en meer aandacht moet krijgen. We zitten in de zorgsector, we worden dagelijks geconfronteerd met de zaken. Ik zei het u al, de dialyse. We hebben twee dialysecentra. We zien het probleem. MyLab als medisch laboratoria ziet het ook, dat mensen gewoon tijdens een beurs, want we hebben heel vaak dat we acties hebben tijdens een gezondheidsbeurs of een andere beurs waar er veel mensen zijn. En dat mensen gewoon geconfronteerd worden met hoge suikers, terwijl ze niet weten dat ze diabetes zijn of dat ze iets hebben. Ja. Dus we komen in het veld de problemen tegen. Dus we hebben regelmatig campagnes, maar deze specifieke campagne is tot en met 29 november. Maar ik zou zeggen, blijf de website van de internetgroep volgen, want we hebben iedere maand wel een campagne of een focus onderwerp waar u van kan leren om, of die u kan helpen, laat maar niet zeggen leren, maar die u kan helpen om gezondere keuzes te maken. Want daar staan we voor. Oké, en de mensen kunnen een week lang gratis testen deze week. Waar kunnen ze testen? Hoe laat kunnen ze komen? Wat moeten ze meenemen? Ik zei het al, bij een van de prikpunten bij u in de buurt, een van de MyLab prikpunten. De prikpunten zijn dagelijks open vanaf 7 uur, sommige ietsje eerder, maar allemaal om 7 uur, van 7 tot 11. En op de website van MyLab vindt u de specifieke adressen, maar 65 adressen heb ik niet uit mijn hoofd, ken ik niet uit mijn hoofd. En dat mag tot en met aanstaande zaterdag. En ze krijgen direct hun resultaat? Ja, direct hun resultaat. En het is ook zo, als je resultaat verhoogd is, dan zal u het advies krijgen om zo gauw mogelijk naar uw huisarts te gaan, om u verder te begeleiden daarin. Oké, en voor die campagne heeft u me daarnet ook een blue ribbon gegeven. We kennen de roze ribbon meestal in verband met borstkanker bij eigenlijk mannen en vrouwen. Maar wat houdt die blue ribbon dan in? Met deze blue ribbon is eigenlijk, net als alle andere ribbons, willen we aandacht vragen voor het grote probleem van diabetes. Het wordt nog steeds onderschat. En alleen door meer aandacht te geven en met z'n allen eraan te werken, zullen we die stijgende trend, want ieder jaar komen er steeds meer mensen bij, zullen we die kunnen afvlakken. Ik durf niet eens te praten van tot een dalende lijn brengen. Laten we met z'n allen proberen ernaar streven om die stijgende lijn af te vlakken. Door zomaar ribben op te doen, zeker deze hele maand, want eigenlijk is de hele maand november diabetesmaand, op te hebben, zodat we elkaar herinneren
aan het probleem. En iedere keer herinneren, oké, wat zal mijn aandeel zijn in de fight tegen diabetes. En is het iets dat jullie hebben bedacht of is het wereldwijd een symbool voor tegen diabetes? Het is wereldwijd een symbool. Een symbool, ja. Oké. Ik denk dat we daarmee alles hebben gecoverd. Is er nog iets wat u wil aanvullen voordat we afsluiten? Ik denk dat het volledig is geweest. Misschien nog een oproep. Ja. Wacht niet langer, ga testen. Dank u wel, mevrouw Vrede. Voor uw komst naar de studio, ik hoop dat u heel veel kunt bijdragen aan het terugbrengen van diabetes met deze campagne. En dat jullie gaan het voor volgend jaar, neem ik aan, uitbreiden of vervolgen. We doen het ieder jaar, maar we gaan zeker niet wachten tot volgend jaar. Okay. Blijf ons volgen. Okay. En ik wil ook IBC bedanken voor deze gelegenheid. En vragen meteen om ons te blijven helpen te fighten tegen diabetes. Dus ik reken op u. Zullen we zeker doen. Dank u wel voor uw komst naar de studio, mevrouw Vrede. Dat was dus mevrouw Thelma Vrede over Werelddiabetesdag. En met dit gesprek zijn we ook aan het eind gekomen van deze aflevering van Magazine voor Morgen. Hebben we een volgende aflevering voor u klaar liggen. Dan met Gerald Vrede.